Wij zijn Hak. Al meer dan 60 jaar produceren wij de lekkerste vers verwerkte groenten. Puur, voedzaam en uit eigen streek. Want vrijwel al onze groenten worden in een straal van 125 kilometer rondom onze fabriek in Giezen geteeld. Wat van dichtbij komt, dat is vertrouwd. Wij hebben onze eigen mensen in het veld en die bemoeien zich eigenlijk met het zaaigoed, met het telen en met het oogsten. En dat heeft ook een aantal voordelen, want als het dichtbij is, dan kan het ook heel snel naar onze fabriek in Giezen. Ja. En dan blijven de vitamine en de voedingsstoffen blijven heel goed bewaard. Wij zijn een van de grootste merken binnen de avondmaaltijd in Nederland, België en Noordwest-Duitsland. En ons doel is om het favoriete groentemerk te worden van deze 55 miljoen consumenten. Wij zijn een ambassadeur voor groente en fruit van dichtbij. Want wij geloven dat de wereld een betere plek is waar je langer gezonder kan leven als mensen meer plantaardig en dus meer groente, peulvruchten en fruit eten. In 1923 start de ondernemende familie Hak haar handel in groenten en aardappelen. Vanaf dag 1 stond kwaliteit hoog in het vaandel. De familie Hak schaft als eerste in de regio machines aan om op grotere schaal verduurzaamde groenten en vruchten te kunnen produceren. Dat groeit in 1952 uit tot een fabriek in Giezen. In 1955 produceren ze al 1 miljoen eenheden en in 1960 zijn dit er al 6 miljoen. Vanaf 1964 gaat het bedrijf volledig over op het verpakken in de kenmerkende glazen potten, zodat Hak onderscheid kan maken in kwaliteit. De reclameboodschap luidt vanaf dan: Hak, je ziet wat je koopt. Vanaf 1986 wordt Martine Bijl het boegbeeld van Hak. En in 2011 innoveren we opnieuw met het 1-2 opendeksel, waarmee we een relevant consumentenprobleem oplossen. Een innovatie waarmee we veel vooraanstaande verpakkingsprijzen weten te winnen. In 2013 nemen we na 27 jaar afscheid van de inmiddels iconische campagne met Martine Bijl. Wij landgenoten, ik leg het bijltje erbij neer. En starten we een zeer succesvolle nieuwe reclamecampagne. Lekker Hollands met de groente van Hak. Dat is weer eens een ander veldje, Ronald. Lekker veldje, hoor. En met die rode kool die Hak hier verbouwt, gaan wij lekker koken. Ja. Kijk, die smaak. We verwelkomen met veel publiciteit de nieuwe Lekker Hollandse bekende gezichten op het land van Hak. Zij promoten lekker eten met de groente van Hak. Hak komt hiermee echt naar het bord en claimt een nog sterkere positie in het weekmenu van gezinnen. Het Hakmerk bewijst na ruim 60 jaar nog steeds springlevend te zijn en wordt in 2013 door een supermarktklant verkozen tot merk van het jaar. Van oudsher werken we met de seizoenen. In het jaargetijde dat de groenten vers van het land komen, gaan ze bij ons de pot in. Voor zomergroenten geldt dat ze binnen 5 uur na de oogst worden verwerkt om een optimale smaak, kwaliteit en voedingswaarde te garanderen. De groenten laten we telen bij een aantal gespecialiseerde telers in Nederland, die zoveel mogelijk werken volgens de veldleeuwerikmethode. De kern hiervan is dat iedere akkerbouwer een eigen duurzaamheidsplan schrijft en uitvoert. Door ervaring en kennisuitwisseling zijn de akkerbouwers in staat om een steeds grotere bijdrage aan duurzaamheid te leveren. Wij werken nauw samen met onze telers en zitten er letterlijk bovenop. Dat betekent dat onze veldmensen, de fieldmen, ja, kunnen dus alle velden afgaan. Die hebben kennis van het veld vanaf het moment van zaaien. Kunnen dat ook helemaal bijhouden gedurende de teeltperiode, adviseren de teler. En zijn ook op het moment dat er oogst gaat worden aanwezig en bepalen ook het moment van oogsten. De verwerking vindt plaats in onze fabriek in Giezen. De groenten worden na de oogst gewassen, kort geblancheerd in kokend water en daarna direct weer afgekoeld. Vervolgens geïnspecteerd. De potten worden gevuld en gesloten en vervolgens worden ze op ambachtelijke wijze houdbaar gemaakt. Dit gebeurt zonder conserveringsmiddelen door de verse groenten volgens een traditioneel proces te wekken. Ze worden met water onder hoge druk verhit, zodat er nauwelijks sprake is van vitamineverlies. Om smaak en kwaliteit jaar in jaar uit te kunnen garanderen, hebben we een zeer intensief kwaliteitsproces ontwikkeld.
Elke stap in de productieketen wordt continu gemonitord en moet voldoen aan onze hoge kwaliteitseisen. Opgevoed met die cultuur hebben we gezegd van we moeten onderscheidend blijven door altijd de goede kwaliteit te maken. En dat houdt dus in dat wij eerst moeten zorgen dat de organisatie een cultuur heeft waar kwaliteit het gemeengoed is. Nou, dat moet je allemaal voelen hier. Dat moet je echt voelen, dat moet in de genen zitten. En vervolgens kijk je van hoe vertaal je dat door. Dus dat betekent dat we mensen op moeten leiden dat ze de focus kwaliteit is en niet kwantiteit. Bij HAK zijn we trots op onze binding met de natuur. En op het leven in afhankelijkheid van de aarde waarop onze producten groeien. Dat is ons fundament van duurzaam produceren. Duurzaam ondernemen betekent ook verantwoord omgaan met je medewerkers. Daarom werken veel medewerkers met veel plezier al tientallen jaren voor ons bedrijf. Wij zijn sterk betrokken bij de maatschappij. Zo zijn we al enkele jaren vaste leverancier van Voedselbanken Nederland en dragen we bij aan diverse maatschappelijke projecten. HAK is Hollands tot in haar wortels. Wij willen gezond eten en leven lekkerder en gemakkelijker maken met eerlijke kwaliteitsgroenten en fruit. Want wat vertrouwd is en van dichtbij komt, is lekkerder. Daar geloven wij in. Daarom zijn we constant bezig met innoveren en inspireren de consument graag met recepten en nieuwe combinaties. Zodat ze eenvoudig elke dag een lekkere en gezonde maaltijd op tafel zetten. Lekker Hollands, met de groenten van HAK.